Een aangename leefomgeving, dat is een omgeving waar plaats is voor ontmoeting en gezelligheid, met een goede mobiliteit en die aangepast is aan klimaatveranderingen. Een hele uitdaging, maar daardoor laten we ons niet afschrikken. Voor Oostkamp Centrum maken we een masterplan dat concrete oplossingen biedt voor de mobiliteit, de inrichting van de wegen en de pleinen, voor groen en winkelstraten. Dit plan zal onder andere ook aangeven hoe we de schooldreef kunnen herinrichten. En dat is dan meteen ook de eerste actie die uitgevoerd zal worden. De kerkomgeving van Waardamme wordt aangepast tot een belevingsplein. In Hertsbergen wordt gestart met de uitvoering van het masterplan voor de kerk en haar omgeving. Met rioleringswerken zorgen we actief voor proper water in onze beken. De grote rioleringsprojecten van de komende jaren zijn de Seizelostraat, de omgeving Westkantstraat, de wijkontsluitingsweg Fabiola-laan fase 2, de Erkegemstraat-Stuivenbergstraat, de Bareelstraat, de Evraardstraat en de Gevaartse straat. Verder houden we de open ruimte zo groen en onbebouwd mogelijk. Dat is mooi en zorgt voor het eigen karakter van onze gemeente, maar het is ook noodzakelijk in de strijd tegen droogte en wateroverlast. Een propere omgeving is een aangename omgeving en voelt veiliger aan. We leggen daarom onze pleinen en parken zo onderhoudsvriendelijk mogelijk aan. En zwerfvuil wordt niet getolereerd. Hou jij het mee proper?